aan mijn linkerkant. You see, team kipburgers. Die man denkt, ik ben dom. Ik heb zelf eentje meegenomen. Kijk, luisterkaart. Je tanden zijn rot, man. Beter neem je een mondkap. En je big moet eentje van Battlefield 3 hebben aangezien alles aan kapot kan. Kijk, luisterkaart. Je bent een gebitfluisteraar en je tanden zijn erg bang. Ze zeggen dat het stinkt daar en ze krijgen er depressies van. Ze zijn er lang verwisseld, maar ze krijgen zichzelf niet uit de bek geroomd. Ze hebben nu zelfs een boek geschreven genaamd Was ik maar een melktand. Deze man is zo ongelooflijk snel, niemand kan hem stoppen. Als je een CD in je router steekt, dan download je films binnen 20 seconden. Je weet toch? Maar ik vind het een beetje raar, je hebt geen vorm van concentratie. Als je een CD aan je plafond hangt, dan heb je een hyperventilatie. En de nicht is het zeker, hij heeft de stem van de flikker. Hij zit werkelijk binnen omdat hij nergens kan chillen. Hij heeft geen homies en geen matties en geen beste vriendinnen. Dus hij nam 2 Blackberries om zichzelf te pingen. En of ze... Kijk, de afstand is hier af, tanden is achterlijk. We krijgen alleen maar een stammenbrug. Als we voor jou een beugel willen maken, bellen ze de architect van de Erasmusbrug. Maar luister, op Tinder is je bek groot, maar in het echt ben je nada. Steeds sta je met je kin omhoog, maar dan maak je niks meer dan een blaaskaart. Want toen Addy je wou bieven, bleef je wekenlang binnen omdat die angst bij je aanjaagt. Dus ik ben als een screensaver, want je komt pas tevoorschijn wanneer niemand je meer aanraakt. Yeah. Ja, je plekblakke man is niet eens goed, maar het klopt dat je net zo blakker bent als Ezoet. Er was dus een feest met de dresscode black en jij ging naakt naar het feest toe. En luister, met jou kunnen we straks niet hangen. Met jou kunnen we straks niet hangen, want in het duister zie ik je niet erg goed. Jij kan niet eens een baan krijgen bij de belastingdienst, want dat is verduistering op de werkvloer. Daar ben ik trots op. Maar zijlip is overdreven. Zijlip is zo groot getekend dat ze bijna moeten lopen met benen. Ik bedoel, je wordt zo vernederd, je moet weten dat ik je weerbreek. Het begint erop te lijken dat Reiziger zijn lip gedoneerd heeft. Yeah. Oké, kijk. En ik ben de Snorlax. Ik ben dik. Ja, ik ben lui. Ja, ik hou van slapen. En ja, ik heb een grote mond. Maar Chalamang is een fucking plant en heeft de lippen van deze Pokémon. Yeah. Yeah. Ik bedoel... Voor hij drinkt die shit. Zijn neus bestaat alleen uit stretchen en versperren. De bodybuilders kijken hem aan van wel je neus trainen, maar ons niks vertellen. Jij praat over de dress van EX, maar zelf draag ik gay shit. Zelfs in de zomer heb je zaaltjes om. Je hebt skinny jeans met de lening en elke slipje gaat je reet in. En daarom zit je naad zo los. Want je carrière kent geen beleving en niemand vraagt om je mening. Dus eerlijk man, we slaan het op. Je hebt elke dag wel nieuwe kleding, maar er is verder geen beweging. Dat maakt jou niks meer dan een etalagepop. Kijk, Emo is snel op zijn neus getrapt, dus vindt het zeker niet leuk. Hef, waarom hoofd krijgen? Zijn moeder geeft neus. Dit is de jeukmuziek, die vinger in die neusmuziek. Kijk, zijn neus die is fokkel. Maar joh, hij zei tegen mij, ik ben de man van gevoelens. Je kan niet snappen dat mijn leven kut gaat. Hij zei, ik loop eens een dag in mijn schoenen. Ik zeg, nee bedankt, maar ik trek liever niet je uks aan. Ik bedoel, waarom is deze flikker in mijn bijzijn? Stel je voor dat Klop en Ed nooit tussen waren gesprongen. En gewoon voor alles zouden genieten. Jeeves zou naar hem vliegen, maar misslaan en dan vallen op zijn knieën. In Zeno zou zijn mouwen opstropen en net voordat die Jeeves wil gaan bieven. Pakt hij zijn telefoon en gaat hij de situatie tweeten. Ja, ik ben zo'n motherfucker die weer over je neus begint. Iedereen doet aan neuspeuter shit, maar bij jou past er een hele peut erin. Yeah. Yo, tekenskills met een Nintendo game, Yoshi kunsten worden weggeknipt. Ik heb een kwast langer dan Luigi en waar hij ook is, ik vind hem wel en hij wordt lek geprikt. Beschilder mij maar als Bowser, want dit is mijn kasteel en ik laat je sterren zien wanneer je op mijn level zit. Ik ontvoer je prinses en laat je springen door schilderijen alsof het Mario 64 is. Woehoe! Je ziet eruit als een vapeclip. Je hebt de lichaamsbouw van je opa die al 6 jaar overleden is. Je bent zo mager, je maakt een stap naar je kamer en zegt: hé, wat is mijn lelijk kind? Hij is zeker weer naar een feest geglippen. Dat terwijl Kaasmus gewoon constant onder een dekel is. Kijk, ga niet doen alsof je breed bent. Je moeder gebruikt je als een flinksman. En dan denk je dat je vader je naast een tv zet omdat hij een ribbenkast kan gebruiken als BTV. Wat ik je moeder een hoer noem, is
slechts een reflectie hoe jij je moeder aanspreekt. Vertellen dat ze jouw dingen aandenken, slechts medelijden wekken voor de reden dat je zwaar leeft. Maar respect heen is respect terug. Waarom denk dat iedereen je haat heeft? Hoe wil je dat respect ontvangen als je dit respect kan tonen aan de vrouw die je gebaard heeft? Oh! Maar deze man is een vieze vuile flikker. Hoeveel diks eet je per dag? 7 of 8? Laat zijn je mattie tegen hem zakken dik, homie. En hij zei, hoe laat spreken we af? Ik kan het smeren op mijn moeder. Dit is ver van een flutrap. Kaasjes kwam een kindje naar spijkenissen toe op een vrijdag toen je niet zo druk had. We zouden gaan naar de studio. Weet toch, maar we hebben eindelijk een kutdag. Want we moesten lopen van mijn buurt naar die verkeerde. Omdat jij geen geld voor de bus had. €2,50 mag jij het niet mee. Heeft iemand hier 2,50 erbij zegt? Ja? Nu één keer raden wie het niet deed. Laat je beatbox op zijn begrafenis om te zien of je nog steeds zo komisch bent. Want je bent niks anders dan een lonely fag omdat je bijna geen familie en homies hebt. En je noemt je vader Philips omdat je werkelijk zijn zoon niet bent. Yo, en deze man heeft ook gevraagd. Yes, maar genoeg over de bus. Laten we het hebben over de club. Is er geen kaas gekomen, gaan grinden en verhangen met wat meisjes? Hij zat geen kaas dus niet mee, want de intree was €2,50. Wat je bed tegen Zwarte Piet vond ik erg vaag en ik vraag me af wat je er zelf van vond. Huzen speelde Sinterklaas, dus hij was je al de baas wat de battle begon. Want jij ging toch een paar maanden geleden klagen bij de organisatie omdat je serieuze dingen mist? Eikie liet je een maat laten battelen in een paarse pak met lippenstift. Dus je mag zeggen dat ik grappen maak voor de crowd en nooit overkom als een slimmerik. Maar jij bent hier de clown aangezien je best bekeken battle gebaseerd op een gimmick. Yes, hey, mijn mama kan zijn mattie zeggen, je hoort als een moeder die is goed in bed. Ze wordt vaak op de vloer gesext. Ik heb wel ooit geen zoveel Marokkaan hoofd, ze is de noem naar een Gucci bed. Ze vindt het fijn wanneer ik over de meloenen wrijf. Daarna pers ik mijn banaan in de passievrucht omdat ik geen gevoel voor die oeten krijg. Ik blijf veel pitten als een kiwi, maar zorg dat ik een peer als je vader de hoek omrijdt. Het is als fruitdientje spelen op mijn iPad. 1 vinger eroverheen en het zorgt ervoor dat ik je moeder slijf. En terug over zijn wenkbrauwen. Om die model te houden moet je ze invetten. Zijn er hier misschien nog Antilliaanse vrouwen die zijn wenkbrauwen willen invlechten? Ik bedoel, hoe krijgen jouw wenkbrauwen weggevaagd? Misschien met een mes, een zwaard, een kettingzaag, een heggeschaar en zelfs dan duurt het 30 jaar. Oh ja, en we zeggen dat je vader je gereed heeft. En ik zie dat je van moeder kwelt. Spitler, je staat ernaast en je doet er niks tegen. Je lijkt zijn moeder wel! En op je Facebook had je gepost dat je je vader weer wil ontmoeten. Zeg maar, waarom wil je dat fixen, flikker? Waarom zoek je je vader bij Spoorloos terwijl de meeste sporen nog in je zitten? En ik weet je... Kom in laatst en... op een event met je zoontje. Wist je op dat gesprek, man? Ik vroeg zeker je zoontje op een sportje, keek me streng aan en zei dat je zoontje een model was. Dus jij bent zo'n vader die altijd de keuzes voor je kind maakt en jij kiest voor egoïsme terwijl het om de belangen van je kind gaat. Hij zei, papa, ik wil voetballen, ik wil voor eeuwig in de spits staan. Zijn vader zei, bek dicht, trek onmiddellijk je string aan. Zijn bitch hanteert wanneer ze een dik in de hand krijgt. Ze verwacht mij, ze werd toch geil van de punchline. Ze zei, Kent, en ik vind dat rappers hard zijn. Ik zeg, oké, ik neem een klik mee. Zoveel rappers erop en nu noemen we haar een mixtape. En nu noemen we haar een mixtape. En hij zegt, ik ken niet mijn bitch, nee. Ik weet zeker dat ik het beter ken. Maar op dit moment wordt ze gegangbanged door rappers van het main event. En ik heb het hem zo gezegd. Neem je vrouwtje niet mee, gewoon thuis laten zitten. Maar meneertje wou niet luisteren, dus nu is er ook een punch out edition. Zo dik dat ze de panties moet van gatenkaas. Mattie, jouw moeder is zo dik dat zelfs ik me slank voel als ik naast je sta. Ja, en na mijn bed is deze zus. Zelfs je zus heeft me rengeld. Ik hapte toe en ze sloegen de haak in. Ze nam me mee op het schip, want ik ben een man van ervaring. Ze is getrouwd met je zwager, maar ze is verslaafd aan mijn paling. Ik ben de beste vis in zee, dus zelfs mijn naam staat in haar ring. Je kunt dus als een reclassering, want je zit eraan vast wanneer je binnen geweest bent. Yeah. En jouw chick is als de NBA, want ik breng je vriendin Miami Heat en maak een LA clipper voor die fucking promo. En wij zijn Kings met een Lakers-stijl, want als ze geel slaan we de paars met volop combos. In New York heb je niks op, man. Als ik haar in Chicago boe, dan drop ik foto's. Ik geef haar Orlando Magic, want ze spreidt de benen terwijl ze naar ballen grijpt als een Jordan-logo.
Yes. En Spittler, ik ben talent in zijn ronde en ik heb je al lang verslonden. Mr. Brown is hard hebben. Dus ik maak geen focus meer op die rappertje. Mr. Brown, zeg het hem. Wie heb jij gepijpt om hier te mogen battlen? Haal ik je piste bij omdat ze altijd dik en gerimpeld blijft. Ze nam alleen een relatie met je omdat je verdacht veel op een snikker lijkt. Rust. Ik ben deze battle over je zoon begonnen, maar niet verwachten dat ik sorry zeg. Dit zijn boys out battles, nigger, en ik ben niet voor die bodybags. Plus hij werd toch wel op zijn school gepest, had je jongen maar op een sport gezet. En accepteer het feit dat je een zoon en geen dochter hebt. Wow. Hey. Dat was het, man.